En Stanley Menzo is vandaag formeel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van de nationale selectie van Suriname, Nacho. En dit vond plaats tijdens een persconferentie in Oroekul. Menzo vindt het een eer om Suriname op deze manier te vertegenwoordigen. Toen ik benaderd werd door Brian tevreden om of ik interesse had om bondscoach van Suriname te worden, was ik natuurlijk enorm vereerd. Ik heb alles op de voet gevolgd. Wat ik kon volgen. Ik heb gespeeld tegen Suriname. Ik was enorm vereerd omdat je krijgt een verzoek van je vaderland om ze te vertegenwoordigen op voetbalgebied. Iets wat ik altijd heb proberen te doen. Iets waar ik van gedroomd heb. En nu komt het eindelijk tot uiting. Menzo kan zich, naar eigen zeggen, terugvinden in de gestelde doelen van de Surinaamse Voetbalbond. Hij is de opvolger van Dean Goree, die na de CONCACAF Gold Cup van het afgelopen jaar aan een kant werd gezet. Menzo begrijpt waarom de SVB een contract voor 2 jaar heeft voorgesteld, maar als het aan hem ligt, levert hij voor een langere termijn een bijdrage aan het verhogen van het niveau van het Surinaams voetbal. 2 jaar heb ik getekend. Maar in mijn achterhoofd ga ik ervan uit dat ik 4 jaar blijf. En dat is ook een onderdeel van het contract. Maar ik vind dat je elkaar de ruimte moet geven als je je doelstelling niet haalt om op een fatsoenlijke manier met elkaar in overleg te gaan en zeggen van oké, zullen we doorgaan ja of nee. Dat is de reden waarom we voor 2 jaar hebben gekozen. En in die 2 jaar... kan ik en moet ik samen met mijn staf, met de spelers, maar ook samen met het bestuur, moet ik deze doelen kunnen realiseren.